Houd een buitenkeuken zelf maken in 10 stappen. Stap 1. De locatie bepalen. Waar wil jij je zelfgemaakte keuken zetten? Onder een overkapping, in je serre of gewoon in de tuin? Let er bij het laatste wel op dat de buitenkeuken hier niet van opknapt. Wil je hem gewoon buiten zetten, gebruik dan zeker een hoes ter bescherming tegen vuil en regen. Verder is mijn advies om je buitenkeuken 's winters, indien mogelijk, in een dichte schuur te plaatsen. Passen de afmetingen op de plaats waar jij je buitenkeuken wil zetten? En is de ondergrond geschikt? Als de ondergrond van gras is, kun je beter eerst tegels neerleggen of beton storten. Stap 2. Budget en wensen. Ieder heeft zo zijn eigen wensen als het gaat om een buitenkeuken. Vaak wordt een goede barbecue in de buitenkeuken geplaatst. De buitenkeuken zelf hoeft echt niet duur te zijn om geheel naar wens gemaakt te worden. Stap 3. Soort en type buitenkeuken. De goedkoopste buitenkeuken die je kunt maken is een eenvoudige kast. Je krijgt dan een instapmodel zonder enige inbouw. Maar veel leuker is natuurlijk een model met een inbouw, bijvoorbeeld de Green Egg Barbecue of jouw eigen barbecue of kookplaten. Vaak wordt gebruik gemaakt van steigerhout, omdat dit houtsoort goed bestand is tegen de verschillende weersinvloeden. Je kunt natuurlijk ook zelf een overkapping boven je buitenkeuken bouwen. Voor het behoud van je keuken bovendien hoef je dan niet continu in de rook te zitten als je op je loungebank zit. Materiaalkeuze en onderdelen. Steigerhout kun je vinden op de bouwplaats of via marktplaats. Waar je het ook haalt, kies geen oud hout, maar hout van kwaliteit. De overige onderdelen die je nodig hebt, zijn allemaal goed verkrijgbaar en betaalbaar. En kun je vinden op de bouwtekening van de buitenkeuken. De buitenkeukens van hogere kwaliteit worden vaak gemaakt met een werkblad. Je kunt kiezen voor graniet, maar dat is erg duur. Of de goedkopere variant, namelijk hardsteen. Voor buitenkeukenbouwtekeningen zie www.fresbouwtekeningen.nl. Stap 5. Apparatuur. In principe kun je ieder type barbecue voor je buitenkeuken gebruiken. De meest voorkomende types die mensen gebruiken zijn de Brada 2000, Crenthall Premium GT3 en Crenthall Elite GT304. Voor de andere zie de beschrijving onder deze video. Voor inhoudelijk meer informatie over deze types, klik op de link onder deze video om naar mijn blogartikel te gaan. Je kunt er ook voor kiezen om geen barbecue te gebruiken, maar een gaspit of kookplaat. En wil je daarnaast een gootsteen of een watertoevoer? En hoe ga je je bier koud zetten? Je kunt je buitenkeuken ook voorzien van een mini-koelkast. Leg hiervoor dan wel de benodigde elektra aan. Het meest handig is om vroegtijdig een stroomkabel richting de keuken aan te leggen, waar je allerlei elektra-apparatuur aan vast kunt leggen. Wanneer je kiest voor een barbecue, is het handig om ruimte vrij te houden voor de gasfles. Zo heb je veel minder afval dan met kolen. Stap 6. Monteren buitenkeuken. Voor het monteren van de buitenkeuken zijn de volgende 10 stappen nodig. Teken de gewenste lengtes af. Leg indien nodig de leidingen aan. Zaag alle planken op maat. Plaats en bevestig het geraamte. Zie foto. Alle verbindingsstukken in elkaar zetten met lijm en schroeven. Versterk de onderkant van het frame. Maak het frame af. Begin aan de buitenzijde van de buitenkeuken. Maak de deuren. Schuur, verf en lak. Plaats de apparatuur. Stap 7. Steigerhouten buitenkeuken. De meeste mensen kiezen voor een steigerhouten buitenkeuken, maar je kunt ook kiezen voor vurenhout, eiken, hardhout, Douglas. Van al die soorten vind je bouwtekeningen in mijn pakket. Stap 8. Onderhoud buitenkeuken. Het is voor het behoud van je buitenkeuken verstandig om deze regelmatig opnieuw te lakken. Een overkapping kan je helpen om je keuken extra te beschermen. Stap 9. Benodigde gereedschappen. Voor dit project heb je onder andere een rolmaat, een boormachine, een houtboordje van circa 3,5
millimeter nodig. Verder helpt de verzinkboor om diverse materialen netjes weg te werken. En natuurlijk is een zaag onmisbaar om alles op maat te maken. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alle planken op maat te laten zagen in de bouwmarkt. Stap 10. Buitenkeuken bouwtekeningen. Ben jij enthousiast geworden na het zien van al deze prachtige foto's van de klussers? Deze mensen hebben allen een van mijn bouwtekeningen van een buitenkeuken gebruikt. Via www.fredsbouwtekeningen.nl. Hierbij een aantal voorbeelden van tekeningen die in mijn pakket zitten. In werkelijkheid zijn er nog veel meer. Diverse types en houtsoorten. Ga aan de slag met Fred. En zeker weten, jij hebt iedere zomer buitenpret.